gonna beat him again. Of dat echt gaat gebeuren, wordt voor een groot deel bepaald door imago. En Kamala Harris is nog niet bepaald populair. Nou, imago is enorm belangrijk. Ik denk dat nog veel meer dan in Nederland is perceptie van iemand, hoe iemand overkomt, zijn performance, is nog veel belangrijker in Amerika. Harris lijkt de presidentskandidaat te worden voor de Democraten. Dat is een logische keuze. Ze is de eerste vrouwelijke en eerste zwarte vicepresident. For Vice President of the United States of America. Ze doet het goed bij de jonge kiezers. Ze zet zich keihard in voor vrouwenrechten en abortus. En staat bekend als iemand die mensen in debat of gesprek onder tafel kan praten. Has the president or anyone at the White House ever asked or suggested that you open an investigation of anyone? Yes or no? Could you repeat that? En toen was men heel erg gecharmeerd van zo'n vrouw die enorm welbespraakt en ja, vrij hard en heel stekelig zo iemand kon ondervragen. Toch is er ook kritiek op Harris en dat blijkt wel uit de cijfers. I want to emphasize, Vice President Harris's numbers are not particularly favorable. They're in the same ballpark as Joe Biden's were. Dat komt voor een groot deel omdat Harris niet erg bekend is. Ze is nog niet zichtbaar geweest. Ze heeft nog niet zoveel echt goede dingen gedaan volgens veel mensen. Dus ze moet zichzelf nu eigenlijk als het ware opnieuw gaan introduceren. En dan komen dus al die andere zaken naar voren uit haar verleden. Een van die zaken is migratie. Een ongelooflijk belangrijk onderwerp in de VS. Kamala had one job. One job! De eerste grootste kritiek was dat ze het niet serieus nam. Dat ze niet naar de grens ging om zelf polshoogte te nemen. And that was to fix the border. Now imagine her in charge of the entire country. Biden en nu ook denk ik Harris, die gaan gewoon de schuld krijgen van een quote-unquote invasie aan illegale migranten die dood en verderf zaaien in Amerika. To announce my candidacy for president of the United States. Daarnaast vinden sommigen dat Harris weinig charisma heeft. Dat zagen we toen ze in 2019 zelf campagne ging voeren voor het presidentschap. I'm going over there. Kamala Harris is ook een vrij voorzichtige politicus. En dat betekent eigenlijk dat ze zich nooit echt heel erg heeft durven uitspreken over deze of geen. Is ook vaak in haar antwoorden in interviews nooit zo heel erg authentiek geweest. Hè. Ze durft nooit echt het achterste van de tong laten zien. En daardoor komt ze soms wat kunstmatig over. Ze krijgt nog genoeg kansen om haar imago een boost te geven in de debatten die komen gaan. Ik denk dat het een spannende verkiezing is en dat het 50-50 is vooralsnog. Dus het worden nog een paar spannende maanden.